Het zijn wel hele chill agenten, echt super relaxed zijn ze. Dat is mooi. 10 miljoen. Heyo! What's up iedereen? Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Let's go to the beach. Beach, wat redden ze? Hey, wat kan we hebben? Woehoe! It's beach time, baby. Het is tijd om heerlijk naar het strand te gaan. Het is namelijk 30 graden. De lucht is blauw en ik heb er toch zin in. We gaan met de maten lekker chillen op het strand. Handdoekje erbij in het zand en heerlijk chillen. Iedereen is er al. Alle maten zijn er al. Ik ben er als enige nog niet. En dat kwam omdat ik thuis ben gebleven om heerlijk te editen. Dat heb ik nu allemaal af. Dus ik ga nu de auto instappen. En dan ga ik ook lekker naar het strand. Ik moet wel nog even een handdoek pakken. En kijk dit trouwens. Bobo heeft echt een dikke take bij haar oog. Bobo, ga zitten. Ga rustig zitten. Kom eens zachtjes. Zachtjes, kijk, zie je dat beeldje hier, zo hieronder? Bij haar oog, dikke take. Je kan hem niet heel goed zien, helemaal niet met deze lens, maar dat is een take. Dus dan moet ik even tegen mama zeggen, Bo, dan gaat ze die eruit halen voor je. Hopelijk word je er niet ziek van, Bobo, anders is dat een heel slecht teken. Oh! Doei, de verdwijn achter het schermpje. Nou, onderweg natuurlijk nog even tanken, want dit ding zuipt natuurlijk, dat is ook niet normaal. En altijd als ik niet langs de snelweg tank, nu tank ik gewoon in Leiden, de stad Leiden, is het zoveel goedkoper. Je kijkt deze prijs per liter. Dat is 1,65 en langs de snelweg is die soms gewoon 1,90 heb ik ze gehad, langs de snelweg. Ik weet niet precies waarom het langs de snelweg duurder is. Ik denk gewoon dat er meer auto's rijden en dat meer mensen moeten tanken langs de snelweg. Ik weet het niet. Oh, hij is vol. Er zijn weken dat ik 4 keer per week tank, hè. Kijk dan. Tja, je weet wat ze zeggen. Auto's is echt een hele dure hobby. Is echt zo. Maar het is wel een hele leuke. Het is zo'n leuke hobby. Mijn maten zeiden net op WhatsApp dat het redelijk rustig was op het strand. Dus het was echt super chill. Genoeg plek om te liggen. Lekker chili. Zij zitten vol aan de zaap. Ik helaas niet, want ik moet rijden. Maar ze hebben ook heel veel eten gehaald. Dus dat is ook lekker. Dan ga ik gewoon eten. Extra eten om te compenseren, weet je wel. Kijk eens even, joh. Dit staat te koop. In Noordwijk. Kijk deze huizen, joh. Wat vinden jullie daarvan? Huh? Nou, de mannen gaan me even helpen tillen. Want mijn speaker ligt achterin. En die is echt rete zwaar om je eentje te tillen. Dus gaan we even met z'n meerdere doen. Met z'n meerdere. Eerst even een plekje vinden. En dan sjouwen die handel. Even flaneren op het strand met de big box. Hey, wat ga je doen nou? Ga je mijn strandbal meenemen? Ik ga... Hij is 3 meter, hè? Hij is zo groot, gast. Ik kan hem niet eens bijna normaal tillen. Die lag nog in mijn achterbak, maar gast, die ga je niet meenemen, want die waait weg en hij is best wel zwaar om tegen te houden. Nee. Ik ga naar dat huis, ergens daar. Zie je die wijk daar? Ga je gewoon ergens aanbellen? Dan ga ik gewoon aanbellen en dan ga ik vragen, mag ik even... We hebben er 20 minuten over gedaan om op te blazen, hè, met een apparaatje. Dus heb jij zin om 20, 25 minuten te gaan wachten in iemands vreemde huis? Ja. Hesper, ja, ik ben de auto in. Ik niet doen hoor, ik weet niet. Ja, wij gaan gewoon hoor. We ja, doen het gewoon. Nee, wij gaan weg hoor. Ja, jullie gaan. Het lijkt net als je een lijkenzak bij je hebt. Nou, wat scheelt het? Jullie zien we over 20 minuten. Nee. Dan gaan we het nog doen. Als je echt. Oh, oh. Als je echt terugkomt met dat ding opgeblazen, ben je wel een fucking legend. I'll be back, zegt hij nou. Tillen wij dit ding even? Nee, was een fles wijn mee. Ja, dat is ook zijn fles wijn. Hey, je laat je fles wijn staan, halve mogol. Maakt niet uit, oké. Okay. Hey Guus, is het al een beetje gezellig dan op de beach? Ja, dat is wel lachen. Zijn er nog chickies? Ah, weinig. Jorik is met zijn chick. Oh, heeft Jorik zijn chickie bij zich? Zijn er weinig chickies? Zijn er weinig chickies? Ja, helaas, helaas. Helaas, nou, dan doen we het er maar bij. Een paar. Een paar maar. Een paar nazels. Oh. Van een afstandje. Van een afstandje kijken. Daar staat hij hoor, daar. Staat hij met mensen te lullen. Wat een halve garen. Hij mag. Ja, hij gaat naar binnen. Ah, nee, hij mag gewoon naar binnen. Hij kan die deur niet eens uitkomen. Ja, hij kan die deur niet uit met die bal. Nee. Hij doet het ook echt. Wat een fucking legend. Nou, we zien hem zo wel. Je bent de enige voor mij. Ik ben voor altijd bij je zij. Goeie zomervibes. Echt top dit. Heerlijk die boulevard ook zo. Nou, daar zijn we dan op het fucking strand. En deze motherfucker is gelijk weer aanwezig. Wes, wat is er gebeurd? Ja, maat. Oké, ik ga even staan voor dit. Want ik pak dat ding uit die auto. Ja. Ik loop naar een huis. Nee, ze bellen niet. Ik bel, ze doen niet open. Ik loop naar een hotelletje en ik kom daar binnen met die zak, weet je wel, met die bal. En er zit een vrouwtje achter de balie. Kijk, mooi vrouwtje. Ongeveer 20 jaar, 20 plus. Dat hoef ik niet te weten, maar is goed. Blonde haartjes, ik kom zo met die bal en ik zeg, mag ik mijn balletje bij jou pompen? En ze zegt, ja is goed hoor, en ik zo de ding laat zien, dat opblaasapparaat. Ik erin, ik opblazen,
En wat gebeurt er? Ik was eenmaal zo ver, ongeveer iets verder als dat, was die opgeblazen, iets verder. En toen zat er geen fucking dop bij! Ik wou hem dicht doen, zit er geen pleurisdop bij. Kijk, kijk, kijk. Er hoort hier een draaidop op, die ligt waarschijnlijk nog in de auto. Is die vergeten, dus we hebben er niks aan. Maar ik vind je wel een legend dat je gewoon hebt aangebeld bij random mensen, dat je een hotel hebt gevonden waar je hem hebt opgeblazen. Let's go, bro. Fuck you. Ik met dat ding terug over dat strand heen. Al die mensen keken me aan. Die zag iedereen letterlijk zo, hè. Ik kwam zo die kant voorbij zo. Iedereen kijken. Iedereen een beetje chillen zo. Iedereen zo. En sommige mensen spraken aan. Weet je wel. Echt? Ja, dat is leuk. Is leuk. Die bal zo. Wat ga je doen dan? Een lamzak. Een van de vets ook. Lamzak. Staat er vier van die gasten op een rij zo. Ja. Over zo'n ding heen tangen. Lamzak. Met meel zo. Lamzak. Ik zo. Ik heb met je balletje. Hey. Je hebt naar zin gehad, die eentje. Lachen, ja, ja. Hey, hoeveel kost zo'n ding op het strand? Zijn nou? Ik ging met partner verpissen. Nee, donder op dit ding. West, die is heel duur, niet doen. Dat is serieus disrespect. Oké, ik ging dus even pissen met Bart. Koop een nieuw hoor voor hem. Wij gaan pissen. Wij hadden dus een idee. We hadden een cocktailtje, weet je wel. Ja. Lekker zonne. Voor 2 mojito's. Dat wordt dan 25 euro. Gast, 12,50 voor een mojito. 12,50. Gast, wordt opgelicht. Gast, ik ga hard opgelicht. Hij is wel lekker. En hij smaakt niet eens naar alcohol. Dat is nog ergste. Super tikkie van 2 euro, dan is het ook weer goed. Nou, kijk eens, we hebben een mooi plekje hier hoor. Alleen de mannen zijn teleurgesteld, want deze lege plek hier, die zaten net allemaal chickies. En nu zijn ze teleurgesteld. Je moet niet een handdoek pakken, man. Helemaal niks in, man. Nee, dit is Prosecco, geen champagne. Maar dit was zo glazen. Zat hier nog joh? Ja, die staat er wel op. Nou jongens, de muziek stond iets te hard. Dus we werden aangesproken en moeten hem iets zachter zetten en dan is het goed. Wel weer content. Meer content, yes. Content. Dit is altijd voor YouTuber perfect als politie gewoon netjes ons te woord staat. Dan heb ik een keer Tito en thumbnail. Echt een tingelij, hoor. Jij verliest wel over andere mensen rug. Het zijn wel hele chill agenten, echt super relaxed zijn ze. Dus dat is mooi. Nou, daar gaan ze weer. Hé, hey, die waren toppers. Hele chille mensen, leuk. Ja! Ze doen eindelijk keer niet moeilijk, weet je wel. IJslandjes, ik kom. Nou, het is donker. Wat een heerlijke middag op het strand. We hebben letterlijk alleen maar lopen kloten. Alleen maar gelachen en lopen kloten. En nu is het gewoon donker, de zon is onder. Er zitten daar nog wat mensen lekker in de strandtent. Wij pakken nu de biezen en dan gaan we er van tussen. Toch, Wes? We gaan er van tussen. Pakken de benen aan. Ben er helemaal klaar mee. En nu gaan we naar jou. Ja. Ik heb misschien een foutje gemaakt. Misschien? Wat? Ik heb misschien mijn auto geparkeerd. En misschien ben ik vergeten mijn Park Mobile aan te zetten of een kaartje te halen. Ja, ik ben vergeten te betalen. Heb je dat niet gedaan? Ik heb dat niet gedaan, dus waarschijnlijk heb ik een verkeersboete. Daar gaan we nu achter komen. Ik heb er de hele dag gestaan namelijk. Nee, maar hij staat niet op je onder je ruitenwissel meer, hè? De hele dag. Oh, dan krijg ik hem gewoon in de bus. Ik zie hem al in de bus verschijnen. Maar de hele dag is ook wel een beetje overdreven, hoor. Oké, maar het is geen 24 uur, oké? Ik weet het nou ook weer niet. Hoe lang dan? Mer, wat lopen we nou stoer te doen dan? Ik zie niks zitten. Nou, die krijg ik wel in de bus hoor, kan ik je vertellen. Ze hebben gewoon camera op een dak, op een auto en dan rijden ze langs. Vroeger schreven ze van die bommen uit en die plakten ze hier onder je ruitenwissers. Maar tegenwoordig rijden ze met een auto. Ja, dat niet. Hey Guus, als je er maar vol ging praten, sla ik op je fucking bek, hè? Nee. Kom weg dan, hè? Tegenwoordig hebben ze auto's en daar zit een camera op en dan rijden ze rond en dan krijg je gewoon een boete in de bus. Home sweet home, baby! We hebben even lekker onderweg een ijsje gehaald, maar iedereen heeft een foute bestelling gekregen, behalve ik en jij. Voor de rest iedereen een foute bestelling, de mannen gaan terug. Ga je terug? Ja, even denken zelf. Lopen dan, bluff, lopen! Als het de eerste keer was, oké, maar dit is de fucking derde keer nou. We hebben al 3 keer de verkeerde bestelling gehad, nu dus. Ik heb als enige een andere bestelling en bij mij gaat het gewoon goed. Nee, wij hebben als enige de goede shit. Ik heb gewoon ook niet de goede. Jij hebt geen saus in je McFlurry, ja. Jij hebt ook geen saus. Ja, ik heb zo'n zorg. Jullie hebben allemaal McFlurry. Ik had ook geen saus. Oh, je had ook. Oh, nee, ook. Ja, nou ja, toch, kijk, zij gaan terug. Ja, jullie hebben allemaal McFlurry en ik heb zo'n klote. Maar hij is best lekker, dus dat gaat best. Zo is het, zo is het mooi. Heb je nou je goede bestelling? Eindelijk. Eindelijk, dan gaan we chillen bij jou in 3, 2, 1, 0. Wes, mag ik de wifi-code?
Mag ik de wifi code? We gaan Mer en ik willen een film kijken. Ja, dat mag. Kun je me even doorsturen via WhatsApp? Je viel gelijk in slaap. Je licht staat ook gewoon nog aan, alles. Maar lukt het een beetje? Nee, we hebben de wifi-code nodig. Dus stuur even door, bij voorbaat dank. En mijn raad is, hij was alweer eng dag aan gewoon, hè. Gaan wij nog even hangover kijken dan, Oké, heb jij de wifi-code? Die stuurt hij door naar jou. Oké, luister dan, hè. Dit is de derde nacht op rij dat wij hier samen slapen, Mer en ik. En elke avond kijken we met z'n drieën, kijken we de hangover. Nou, met z'n tweeën. Met z'n tweeën, want Wessel die gaat elke... Van de films hangover heb je 3 delen. We hebben eergisteren deel 1 gekeken, gisteren deel 2 en vanavond deel 3. Super grappig. Super chill ook gewoon. Even gewoon lekker chillen, lekker film kijken. Een beetje knikkenbollen, een beetje lachen. Hè? Ik ben verliefd. Op wie dan? Ben je verliefd? Ja. Ben je verliefd? Ben je verliefd? Mm. Echt? Ben jij aan het dromen al dan? Chickie. Op welke chickie? Vandaag was weer een goede chickie. Op het strand? Op het strand. En daar ging je even mee kletsen en ben gelijk verliefd binnen 5 seconden, ja? Nee, ik ben niet verliefd, maar ze is wel leuk. Dus je bent verliefd? Ja. Ja. Heb je DM-contact met chickie? Goed voor jou is. Ik ben heel blij. Ben jij heel blij voor jou, maat? Je doet heel goed, maat. Ga je nou maar lekker slapen in je forest? Ja, hey, slaap lekker, maat. Hé, hey, Mer, gaan we zo meteen water over mee gooien? Tuurlijk wordt hij boos, maar dat is toch grappig. Let's go. Laat hem eerst even diep slapen. Gaan wij eerst even. Heb je nog steeds niet de wifi? Nee, dit ding is een aan. Godverdomme. Domme. Jongens, we hebben slecht nieuws. We krijgen die tv niet aan de praat. Het is een smart tv, maar hij wil niet verbinden met het internet. Dus we gaan gewoon maar water over Westwijn gooien. Zo smart is dat ding niet, ja. Ik moet wel even kussen pakken, anders kan ik niet bidden. Hij is weer dead, hoor. Hij ligt lekker te maffen, jongen. Godver. Godverdomme, wakker lul. Wat leeft die? Blablabla. Hij is verstrooid. Ja, kut man, dat het elke keer regent hier zo in dat oerwoud, weet je. Dat heb je in een regenwoud, hè. Een regenwoud, niet een oerwoud, maar een regenwoud. Slaap lekker, papi chulo. Good night, bro. Suffocate. Dus laat hem stikken. Nou, we laten hem lekker. Hij is zo in dromenland. We hebben hem de afgelopen 2 dagen al genoeg gebrengd. Ja, niet normaal. Oké, dames en heren, dat is de... Ja, ik ben mijn Wessel blijven slapen. Ben ik een auto vergeten? Ja, ook. Maar was het leuk? Ja. Gaan jullie mij weer morgen om 5 uur zien? Ja. Deze dag was top. Deze dag was echt, echt zo gezellig met iedereen. En was, ja, iedereen was ook chill op het strand. En lekker social, gewoon goede shit, weet je wel. Gewoon leuk. Ik heb heel erg genoten. Ik hoop dat jullie mee hebben genoten van alle gekkigheid. Al het gekloot, al het gelachen, al het gegier, geprank en gebrul. Het was weer goud. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later! Hij heeft zo'n water. Volgens mij heb je iemand anders zijn bokstart aanstaan.